Kijk, in tegenstelling tot het feit dat ik aangekondigd werd alleen als medium, ik doe ook monumentenzorg. Hè? Ik vind het een afschuwelijke naam overigens, hè? Urban Augmented Reality. Waarom verzinnen we niet mooie Nederlandse woorden? Altijd maar klagen over die hoofddoekmigranten en dan zelf verengelst raken, dat begrijp ik allemaal niet. Maar als het gaat om monumenten, kijk, Den Haag is een monumentenstad, hè? Rijk aan monumenten. En wat je dus ziet in een stad als Den Haag, met wat is het, 2200 objecten die we hebben. Maar dan praat ik nog niet eens over bomen bijvoorbeeld of allerlei andere zaken uit het verleden die naar ons toe zijn gekomen. Die zou je moeten bekendmaken, die zou je moeten delen. Wij beleven Den Haag nog niet eigenlijk als een groot monumentenstad. Dat doen we in Amsterdam, dat doen we in Maastricht. Maar in Den Haag nog niet, terwijl we wel op de vierde plaats staan. Ik denk dat juist dit programma mensen bekend kan maken wat er is en daardoor ook mensen dit wat er is te laten beminnen. Er is nog heel veel onbekend. Dus wat mij betreft, we moeten dit programma gebruiken, of dit systeem gebruiken, om bekend maakt bemind als slogan neer te zetten, zeker als het gaat om monumenten.